En hierin volgt een cruciaal antwoord. En daarom, ik baseer mijn verzoek om rekening te houden met het herstelpad op feiten. En niet op geruchten, maar op feiten. Voor Aruba geldt een andere situatie. De tekortnormen zijn na 2018 niet in de landsverordening Aruba Financieel Toezicht gedefinieerd. Conform de LAFT en het protocol tussen Aruba en Nederland. Dus u ziet, de ministers halen ook constant het protocol aan. Dus het protocol heeft wel degelijk kracht. Echter ook na, zal het toezicht ook na 2018 worden voortgezet. Dit is namelijk gekoppeld aan het bereiken van een duurzaam begrotingsevenwicht in overeenstemming met de normen uit de LAFT. Het protocol bepaalt dat het college Aruba Financieel Toezicht hierover aan de Rijksministerraad rapporteert. Binnenlandse Zaken en Aruba zijn daarom in gesprek over hoe het toezicht na 2018 wordt vormgegeven. En dit is de essentie. Bij de vormgeving hiervan zal rekening gehouden met worden met relevante feiten en omstandigheden. Nou, en als hetgeen ik hier nu aankaart niet beschouwd kan worden als relevante, als relevante feiten, sorry, maar dan weet ik niet, Wancho, wat wel aangemerkt kan worden als relevante feiten. Ik wil nog even heel kort, Wancho, reageren op het Citco-verhaal. Want ook hierna, hier wordt verwezen en worden wij eigenlijk beticht van het feit dat wij ons werk niet goed gedaan hebben. Overigens ben ik pas 3 maanden nu statenlid. Maar desalniettemin, mijn partij heeft altijd hun werk gedaan. De MEP heeft ingestemd met het openen van de raffinaderij, omdat op grond van een quickscan dat uitgevoerd is door Nederland, en dit blijkt ook uit de memorie van toelichting van de landsverordening houdende de machtiging van de betrokken ministers tot het verrichten namens het land van een aantal privaatrechtelijke rechtshandeling ten behoeve van de heropening van de raffinaderij. De MEP heeft zich gebaseerd op de quickscan. En uit de quickscan bleek dat er geen risico's zijn. En ik ga het zo dadelijk citeren voor de heer Bosman, want hij kent de quickscan ook. En de quickscan is uitgevoerd door Nederland. Daarom zei de MEP ook altijd dat er sprake is van ondeugdelijk bestuur. Want het contract welke de statenleden in wilden zien, hebben ze niet ter inzage gekregen. Pas op aandringen mochten ze een paar dagen voor de behandeling mochten ze het contract van 2000 pagina's even inlezen. Dus er werd, en daarom blijven we constant bepleiten, er was sprake van ondeugdelijk bestuur. Want de statenleden werden belemmerd om hun werk te doen zoals ze dat zouden moeten doen. Maar even een paar interessante punten met betrekking tot CITCO. En ik wil dit even heel nadrukkelijk naar voren brengen. Uit de memorie van toelichting blijkt wel degelijk dat ook Nederland betrokken was bij deze deal. En het staat gewoon op verschillende punten. Ik ga bepaalde dingen citeren. Nou, de quickscan, al dus de memorie van toelichting. De quickscan leverde geen bezwaren op voor Aruba of het Koninkrijk. Hiermee werd groen licht verkregen van de formele onderhandelingen om de formele onderhandelingen te starten. Verder nog wordt verwezen naar reeds in 2010 gesloten overeenkomsten tussen het Koninkrijk en Venezuela. En ik denk dat we het recht moet als een geheel gezien worden van feiten en omstandigheden. Reeds in 2010 zijn er overeenkomsten gesloten tussen de Venezolaanse en de Arubaanse regeringen en het Koninkrijk. Nou, en al deze stukken zijn er hier. Door het ministerie van Buitenlandse Zaken werd in september 2015 een quickscan verricht om vast te kunnen stellen of er financiële gronden zijn, waaronder welke de financiële situatie van Aruba zouden kunnen beïnvloeden.